Welkom. Stel jezelf eventjes voor, je naam, waar woon je, hoe oud ben je, wat is je beroep of bezigheid? Mijn naam is Bouzaïen Halima. Ik ben 49 jaar oud, moeder van twee kinderen, Rayan 16 jaar en Ramiz 14 jaar. Ik ben geboren in Tunesië en ik woon in Antwerpen al bijna 20 jaar nu. Van Lenkewitstraat, Oezestraat, Kerkestraat en nu ter Harsebaan, 20 jaar in Antwerpen gewoond. Wat is je favoriete plek in de stad en waarom? Mijn favoriete plek in de stad is zeker mijn buurtcafé, Café de Léger. Daar ik heb tijd om meer leren kennen aan mijn buren, babbelen met de mensen. Ik hou van sociaal contact om te hebben. Wie zijn de belangrijkste mensen in je leven? Goeie vraag. De belangrijkste mensen in mijn leven, zeker mijn familie, mijn ouder, papa en mama, mijn twee kinderen, mijn twee broers en mijn zus. En wat zijn je hobby's? Mijn hobby? Dat is eigenlijk social media. Daarom ik ben freelance journalist. Ik ben een beetje bekend figuur in Arabisch social media world. En vrijwilligerjob. Vrijwilligerjob is echt waar mijn lievelings. Ik ben heel sociaal. In coronacrisis, ik was een van de eerste vrijwilligers Arabische vrouwen. En ik was gewerkt daar van dag 1 tot einde vaccinatie. Wat was tot nu toe de grootste uitdaging in jouw leven? Ja, mijn grootste uitdaging is alles in Tunesië. Alles Arabisch, moslim, vrouw, naar Afrika geweest. Zonder mijn familie. Ik was bijna 24 jaar naar Conakry geweest voor werk. Dan naar Congo-Brazzaville, Gabon, Angola, Luanda. Daar ik heb de Portugees geleerd. Nadat ik ben naar België en precies naar Antwerpen gekomen. Waar ben jij het meest trots op? Meeste trots dat na mijn echte scheiden. Alles een vrouw, alles een Arabische vrouw, zonder familie en alleen moeder staan. Ik heb veel problemen gekregen en nu ik ben trots dat ik bij een appartement geleden ik heb mijn eigen zaak. Mijn dromen waar mijn dromen is nu waar. Mijn zaak is een HB, Halima Bouzaïen HB Consulting, een nationaal en internationaal handeling. Dat ik ben helemaal trots, alleen zelfstandig geworden. Wat wens jij je stad toe? Ik wens toe van mijn stad een veilige stad. Heel belangrijk voor ons, voor iedereen, voor alle Antwerpenaar. Meer plekken, meer sportruimte voor iedereen. Speciaal van vrouwen en oude vrouwen. En meer mobiliteit en mobiliteit voor mensen met specifieke zorgen. En ik wil een beste stad voor alle Antwerpenaar, zeker. Dank je wel, Annie. Dank je wel.